Nick, daar staan we dan, heel ver van huis af. En dan met een 2-1 nederlaag, oftewel het doek is gevallen. Ja, jammer genoeg wel, ja. Het is echt het is een smet op ieders carrière, denk ik. Maar ja, ik denk als je de wedstrijd ziet, dat we gewoon terecht verliezen. En je komt 1-0 achter en dan moet je met de ruimte gaan spelen. Ja, we beginnen gewoon niet goed. Allemaal, iedereen doet zijn best wel, maar het klopt gewoon niet bij ons. Ik denk dat het typerend voor het hele seizoen is. Wij komen dan later bij en wij kunnen het daar ook gewoon niet keren. Als je kijkt naar je tegenstander, ik vond zijn voetballen niet geweldig, maar wel heel snel in de omschakeling, ook al voor het eerste doelpunt. Ja, we zijn dinsdag weer eens kijken bij Berkum en dan weet je als je ze laat voetballen, dat hun ook aardig kunnen voetballen en snel in de omschakeling kunnen zijn. Je spreekt daarvoor om volledig druk te zetten en hun die kans niet te geven en dan loop je eroverheen. Dat was het plan, zeg maar. Maar ja, dat pakt helemaal niet uit, zeg maar. En daardoor kom je 1-0 achter. Tweede helft probeer je het wel, je komt snel 2-0 achter. Je maakt nog wel een doelpuntje, maar... Op basis van goed geluk moet je of gelijk spelen of winnen. En dat gebeurde niet bij ons. Zeker niet omdat jullie aanvallend eigenlijk nauwelijks gevaarlijk zijn geweest in deze wedstrijd. Op het laatste kwartier na. Nou ja, niet. Ik geloof in de eerste helft dat Hielke Penteman nog een enorme kans kreeg op de 5 meter. Nou ja, die probeert hem er ook gewoon in te schieten. Ik kan me niet voorstellen dat hij hem extra probeert te missen. Maar die moeten er gewoon in. Wat een hele lange terugreis, Nick. Letterlijk en figuurlijk. Het was al een klote heenreis, 3 uur. En dan moet je nog 3 uur terug.